Nou, vandaag is de lancering van mijn sieradenlijn bij V&D. Ik ben echt super enthousiast, want het ziet er heel mooi uit. En iedereen is heel enthousiast. Dus eindelijk liggen we in Nederland in de winkels. En daar ben ik wel trots op. Overal doe ik wel ideeën op. Dus in India, Cambodja, met al die kleurtjes. Maar op Ibiza is weer een beetje meer dat hippie gevoel. Ja, ook het Hollandse. Dus eigenlijk combineer ik alles. En nu weer in Turkije met muntjes en dingetjes. En dat zie je wel weer terug in mijn sieradenlijn. En je polsen vind ik dat je best wel gek kan doen. Dus dat je lekker veel bij elkaar kan gooien. Kleurtjes, noem het maar op. Eigenlijk een hele pols vol zoals ik nu heb. Ik reis de hele wereld over voor mijn stichting Free a Girl. En ja, dan ontmoet je zoveel kindjes die geen ouders meer hebben. En die zo graag die liefde van ouders willen hebben. Ik ben heel eerlijk, ik zou heel graag zelf kindjes willen op een dag. Maar ik sluit niet uit dat ik op een dag daar ook... Ja, ik vind dat best mooi om te adopteren. Maar ik woon in Turkije. Ik werk ook in Nederland. Mijn stichting is in Azië. En dan ook helemaal in Amerika mijn carrière verder te zetten. Dat is gewoon heel lastig. Dat is eigenlijk qua planning niet te doen. Ik heb besloten dat ik geen tweede seizoen wil maken van de reality serie. Het was mooi voor een keer. En ik vind het super dat ik dat document heb voor later. Maar we gaan weer andere nieuwe dingen doen.